een grote mensenkeuken. Ja, het is weer zover. Ik ga naar de Kringloop. Oh, wat heerlijk. Ik ga laten zien wat ik heb gekocht bij de Kringloop gisteren. Ik ben bij 3 verschillende Kringloopwinkels geweest. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Mijn nieuwe juicer is er. Een nieuwe juicer. Ja, een nieuwe juicer. Want ik heb toen een juicer gekocht de vorige keer dat ik ging sapvasten. En die is kapot gegaan toen. En toen heb ik het geld weer retour gekregen, zodat ik een nieuwe kon kopen. Maar dat heb ik toen niet gedaan. Want ik was toch al bijna klaar met juicen. En ik kon het geld even beter anders gebruiken. Dus van dat geld kon ik dan nu nog een nieuwe kopen. En hier zitten volgens mij een paar nieuwe glazen flessen om... dus te kunnen juicen, om het sap in te kunnen doen. Oké. Okay. Zo, ik heb net een lekker soepie gemaakt. Of nee, die is nog bezig. Het is een pompoensoep. Het is zo'n vers pakket van de Lidl. En meestal haal ik de ingrediënten even zelf. Maar ja, je bent een biosnop of je bent het niet. Dus dan haal ik de pompoen en de appels en alles altijd bij de grasboerderij ervoor. Maar nu was ik even simpel. Want ik kon deze week niet naar de graasboerderij, helaas. En nu ga ik officieel beginnen met juicen. Het lijkt dat ik veel minder spullen heb dan de vorige keer. Ik ga er gewoon eens aan beginnen. En we zien wel hoe ver we komen voordat Veren wakker wordt. Alles is gesneden. Ik vond het eigenlijk best wel meevallen deze keer. Het ging al wat sneller. Bleekselderij, gemberschutje met appel. Hier moet nog rode biet even bij zometeen. Dit is wat meer een fruitig sapje met venkel. En deze. Het geluid van venkel in een juicer. Moet je echt even horen. Oh, kippenvel. Gisteren is de keuken gebracht en zijn ze ook al aan het plaatsen. En toen stuurde mijn man deze foto. Deze. Nou, daar kan je niet echt goed op zien, want zijn lens is stuk. Dus ik heb de hele dag gisteren, wilde ik graag daarheen om de keuken even te bekijken natuurlijk. Daar ga ik dus even heen en ik haal eerst Linde van school en dan gaan we even met z'n allen heen. Rappapa, rappapa. Jeetje, wat mooi. Alleen, we kwamen er nu net al achter dat de greepjes niet kloppen. Dat is wat jammer. Dit is zo'n koffienisje. Ja. Daar komt de wasbak. Hier komt het kookgedeelte. En dan komt hier de eettafel met de stoelen. Het is gewoon een grote mensenkeuken. Sik, 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 sik. Bleekselderij sapje. Zo, het is een stuk kouder dan ik dacht. Ik had op zich wel een muts opgekund. Ik doe nog even een klein blokje voordat ik het veer weer uit de buiten haal. Oh, het is echt lekker weer. Groot nadeel is trouwens wel aan het juicen dat ik nu alweer moet plassen terwijl ik net naar de wc ben geweest. Dus ik kan niet eens even normaal een uurtje naar buiten zonder play. Lekker. Jullie hebben dit allemaal al gezien natuurlijk. Ik ga het niet nog een keer doen, maar het blijft gewoon mooi, ook in de zon. Thank you.
Ik zit hier nu naar binnen te loeren. Ik ben hier nog nooit geweest. What the fuck is dit? Hé? Is het nieuw? Nee. Dit is er al heel lang waarschijnlijk. Wat erg. Dit is toch ook grappig? Kijk maar naar zitten. In het zonnetje. Heerlijk. Oh, wat heerlijk. Heerlijk. Dit kerkje stond een tijdje te koop. Als je hier het geld voor hebt om te verbouwen. Volgens mij wordt het nu verbouwd. Dat is vet. Dat is echt vet. Dan heb je gewoon een kerkje. Ja, wat ik ook leuk vind als sloten. Iedereen doet best wel erg zijn best om het voor de deur ook nog een beetje authentiek te houden. Oh, het is hier mooi binnen. Gluren bij de buren. Oh, dit is leuk. Maar goed, echt van die... Hoe noem je dat? Emaillen? Nee. Nou ja, whatever. Deze mensen hebben de kerst toch in de kop. Vandaag een dagje klussen. Tussendoor nog even naar Leeuwarden voor een afspraak. Maar eerst bezig. Hier. Zo, even snel omgekleed. Ik sta nu bij de Albert Heijn XL. Ik ben mijn sapje vergeten. Echt heel dom. Dat ligt dan nu nog weer in het huis. Dus ik ga even kijken wat ze hier hebben. En dan ga ik eens even kijken hoe ver ze dan al zijn met de shoot. Leuk. Ik zie eruit als een hele nette dame. Maar dan wel met verfhanden. Oké, ik heb 2 sapjes. Deze, het is het appel, gember, citroen en blauwe bes, appel, limoen. Ja, je kan beter een groentesapje kiezen, maar ik had er geen zin in. Het zag er ook niet lekker uit, dus ik heb deze meegenomen. En amandelmelk voor mijn lekkere amandelsapje voor vanavond. Tata! Zo, nou, dat zag er vet goed uit. Ik denk dat het echt mooie foto's worden. Want zij is ook best wel fotogeniek, vind ik zelf. Dus ja, dat zie ik wel goed komen. En nu naar de gamma ontwerp en dan gaan we weer verder met Koosje. Welkom bij Eigen Huis en Tuin. Nou, we zijn hier even mooi. Een putje, een klein putje even te schilderen. Huh? Dat is kieken. Wat een techniek, hè? Wat doe ik het vaker heb gedaan? Nou, dat gaat ze het beste. Het is weer zover. Even mijn haar goed doen. Ik ga naar de kringloop. Met deeljas. Ja, daar had ik een jas. Maar deze keer ook echt met een heel gericht doel. Want ik sta 26 maart. En dat is nou, wanneer deze video online komt. Op Beurs Vrouw in Leeuwarden. En ik sta daar met mijn... Hier ligt die. Onder andere met mijn tekeningen. Wow. Oh jeetje. Oh, wat erg. Nee, wat stom. Oh. Nou ja, dit is. Dit soort lijntekeningen maak ik. En ik sta daar dus met een paar dames die met Young Living daar staan. En die zegt, wil je ook een dag komen helpen? En dan kun je bijvoorbeeld ook een klein stukje van onze stand wel huren voor die dag. Nou, hartstikke leuk. Maar toen wilde ik gisteravond dus wat tekeningen bestellen. En ook lijsten bestellen. Ik had hele leuke gezien. Maar toen dacht ik even, ho eens even. Het past natuurlijk veel meer bij mij als ik dat
doen met lijstje van de kringloop. Dus we gaan naar 3 kringloopwinkels in Emmeloord. En nou ja, hopelijk vinden we dan een paar leuke lijsten in het goede formaat. En zo tussen het vuist door ook nog even een dag op mijn beurs staan. Ja! Altijd een goed idee. Ze hebben hier alles op kleur. Blauw, roze, wit. Groente uit te lekken. Oké. Echt heel mooi vind ik dit. Kijk hoe schattig. Deze eerste was echt ook wel al een goeie hoor. Ik denk dat als ik alleen was geweest, dan zonder veren, dan had ik nog veel langer kunnen sneupen. Maar ik heb al leuke dingen. Oh, dit is heel veelbelovend, vind ik. Ik hou echt van rommelkringloopwinkels. Heerlijk. Wat een mooi bankje ook. Prachtig. Ik ga hier nooit alles rustig kunnen bekijken. Met die kleine. Deze is gewoon weer hip. Deze is echt leuk. Oh, zit niet lekker. En als set vind ik het niet leuk. Alleen dan de stoel los of de bank los. Oh, die bank is ook niet mooi. Oh, kijk dan. Geweldig. Het is ook een leuk kapje eigenlijk wel. Oh, boven is nog. Oh, let op, maar wel let. Nu wil ik dus een koektrommel. Wat zijn deze leuk? Wat zijn deze ontzettend leuk? Oh, wel aan de prijs. Hè? Deze ook? Ja.
wel weer een kleine. Ja, ik moet hier gewoon echt even heen zonder haar. Hysterisch. Laatst had ik het ook al, toen trok dit me dus ook ineens heel erg aan. En dit soort rare... Oh, moet je dit ook zien? Nou, nah, is toch apart? En deze sloft de boel weer. Oh, mooi. Mijn glaasjes, maar dan in het klein. Leuk. Pinkpopparterrein. Dinsdag 11 juli dan staan ze daar. En natuurlijk win je bij Veronica volgende week de hele week kaarten. En dat is eigenlijk twee keer goed nieuws. Vandaag gaan namelijk heel veel Guns N' Roses draaien op de radio. Ik val dus helemaal op dit stijltje ineens. Wat is dit allemaal? Waarom er een ei? Ik ken dit heel ergens anders van. Deze kwam vandaag ook al binnen, terwijl ik die eergisteren besteld heb. Flyers, om mee te nemen naar de beurs. Ik dacht, dat is wel leuk. En dan wat tekeningen dus op de achtergrond, of op de andere kant. Nou, was er wel blij mee. Morgen gaan alle dozen, dit allemaal gaat naar het nieuwe huis. Dus ja, even een beetje orde scheppen in deze chaos. En toen was de garage leeg. Er zijn vandaag al wat spullen vertrokken naar Grauw. Over 2 weken gaan we echt officieel over. Er gaat al het grote spul mee. Maar dit was vooral spul voor op zolder en wat we daar wel kwijt kunnen.
Dus nou, even boodschapjes doen bij de graasboerderij. En dan ook even naar Grauw, denk ik. Ik ga laten zien wat ik heb gekocht bij de kringloop gisteren. Ik ben bij 3 verschillende kringloopwinkels geweest in Emmeloord. En ze zaten ook alle 3 heel dicht bij elkaar, dus dat was fijn. Het goed ben ik als eerste geweest. En nou ja, ik was dus op zoek naar voornamelijk fotolijstjes. Maar ik kan nog meer tegen. Maar we beginnen even bij de fotolijstjes. Ik heb deze bij het goed gehaald. Hij is nog helemaal nieuw. Ik denk... Ja, oh hier. bij de Lidl. Hij komt oorspronkelijk bij de Lidl vandaan, maar dat geeft niks. Dat was een euro. Een kleintje. En deze vond ik daar ook. Komt oorspronkelijk bij de Xenos vandaan, zie ik. Was 75 cent. Deze, heel basic. Maar dat geeft niks. En 2 van deze voor 1,25 euro. En wel zo handig dat dit erachter zit. Want dan kan ik ze tenminste gewoon zo neerzetten. Maar ik vond het wel leuk zo. Dat wordt wel lekker eigen, denk ik, zo'n stand. En dan dus de tekeningen erin. En bij de kringloop daarna vond ik ook nog dit fotolijstje. Voor 2 euro. Volgens mij is dit ook gewoon een nieuwe. Hij, ja, ik weet niet of je dat of je goed scherp stelt. Maar ja, je ziet gewoon dat het nieuw oud is, zeg maar. Dus, maar dat, nou ja, mij niet uit. Daar gaat het mij niet om. En bij die tweede kringloop dus, de beneden, daar is het echt, dat was die hele donkere kringloop. Daar is het echt een beetje zo'n donker hol en een rommeltje en zo. En er was genoeg leuks, maar ik heb er gewoon echt niet goed tussen kunnen spitten. Want ik had Veerle bij me en dat is toch echt wel een nadeel als je gaat kringlopen. Je moet toch eigenlijk even alleen zijn. Of in ieder geval iemand niet steeds in de gaten moeten houden. Dat scheelt ook een hoop. Want ze hadden daar ook een kilo sale voor kleding. Dus 1 kilo kleding voor een euro. En ik zag wel dat er echt wel goede kwaliteit dingen bij zaten. Dat zag je wel. Het zag er heel netjes uit. Dus daar zou ik eigenlijk nog wel even een keer heen willen. Maar dan alleen. En ik vond daar nog iets bij die tweede kringloop. En dat was deze. Dat is een, ja, waar is het voor? Ik dacht later is het ook niet voor onderzetters om erin te doen of zo. Zo'n onderzetterhouder of is dat niet een woord? Ik weet het niet. Deze was 5 euro. Ik vind hem niet heel goedkoop, maar hij is wel echt, ja, volgens mij is het steen ook. Shit, er is wel een chipje af, zie ik nu. Nou ja. Allah, ik vind dat mooi. Ik dacht zelf handig voor de post. Als een soort, ja, dat je daar je de enveloppen en zo in kan zetten. Dat was het idee. En, oh ja, bij die allereerste kringloop, dat was wel heel erg leuk trouwens. Ik liep langs het servies en zo. En nou, ik zag helemaal niet heel veel bijzonders. Gewoon even leuk, even kijken. En ik wilde er eigenlijk alweer voorbij lopen. En ineens zag ik toch nog, viel mijn oog op iets, op allemaal andere dingen. Ineens zag ik hele nieuwe dingen, terwijl ik daar al een hele tijd stond. Dus dat was heel apart. Volgens mij staan jullie helemaal scheef, of niet? Nou, en toen vond ik 2 schaaltjes. Nou ja, het is weer zo'n hate it or love it. De eerste, deze. Silver Crown, York Silver Crown staat erop. 3,99. Ik vind het echt leuk. Kijk, het is echt een beetje zo dat bloemetjes of zo. Ja, ik weet niet. Hoe leg je? Maakt het niet uit. Ik vond het leuk. En ik vond ook deze voor 2 euro. En hier staat onder Dorset Made in England by Wood & Sons. Nou, deze dus. En ik hou daar dus wel van dat dit zo speels is. Hoe leuk om hier dan, als je dan visite komt en je hebt hapjes op tafel, dat het dan in van die gekke bakjes is. En dan had ik nog het allerlaatste. En daar had ik zelfs op Instagram een poll even online gezet. Want ik dacht ineens, ja, ik neem ze. Toen dacht ik ineens, nee, het is toch niet... Wat ik
erin zie, denk ik. Dus ik dacht, nee, ik doe het niet. Ja, twijfel, polletje online gezet. En eigenlijk, zodra ik het poll online zette, dacht ik, ach, fuck it, ik loop naar de kassa. En dat waren deze Engelse bordjes. Ik zie ze wel eens vaker en ja, ik vind ze eigenlijk wel heel leuk. Ze zijn zo fout dat ze weer leuk zijn. Tenminste, dat is hoe ik het zie. Ik vind ze zo fout dat ze weer leuk zijn. 6 bordjes voor 6 euro. Ja. En ja, ze komen ook echt uit Engeland. Het staat ook English Iron Stone Tableware. Volgens mij staat dat erop. En ik heb dus gelijk dan dit beeld in mijn hoofd. Ik kijk er wel eens even op Pinterest. En die oude Engelse stijl, dat vind ik dan toch altijd wel leuk. En dan, ja, ik moest daaraan denken. Ik vind dat wel leuk. En als allerlaatste. Nou, dit is weer zo'n aankoop. Dat ik denk, ja, dat had ook niet meegehoeven per se. Want ik kan er echt wel zonder leven. Maar toch wilde ik het nu hebben. Een melkkannetje. Voor een euro. Ja, dat is toch schotsig. Ik begin echt in mijn oma te veranderen langzaamaan. Made in China is het, dat wel. Nee, ik vind hem heel leuk. Ik vind hem wel schattig. Nou, dat. En dat was alles wat ik heb gekocht. En dan sluit ik bij deze de video ook gewoon gelijk af. Ja, trouwens, wat ik nog wilde zeggen. Ik vind het zo leuk dat er zoveel mensen steeds reageren op die video's. Ik had het echt niet verwacht. Het is best wel een leuk platform om op te zitten, merk ik. YouTube. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb er best wel weer veel tijd in gestoken. Ik vind het ook echt leuk om video's te maken. Oké, dan denk je doei! But I'm so